Daan, goede avond. Welkom bij dit avondvullende programma. Welkom bij de dagen van morgen. Zoals jullie wellicht zullen zien, ben ik er een stuk jonger op geworden. Dat komt namelijk omdat tijdreizen een van mijn fervente hobby's is. En net zoals vroeger, zou ik het dus met jullie graag willen hebben over de toekomst. En wat die ons nog zou kunnen brengen. De dagen van morgen, een programma waar we niet stil blijven staan bij de hedendaagse actualiteit, maar waar we samen vooruitblikken op de komende dagen. Zo kunnen we proactief bouwen aan een toekomst. Elke dag heeft zo zijn redenen om tal van emoties toe te laten. Zowel positieve als negatieve emoties zullen daarvan een deel zijn. De positieve emoties, daar kan je morgen nog steeds van nagenieten. En de negatieve emoties, en dat is mijn persoonlijk advies, die kan je maar beter zo snel mogelijk voor gisteren laten. Want het heeft geen zin om daar langer stil bij te blijven staan. Zo ken ik bijvoorbeeld iemand die zijn hele leven kwaad is gebleven. Omdat hij mayonaise had gekregen terwijl hij ketchup had gevraagd. Voor de rest van zijn dagen heeft hij zijn leven gesleten. Een irritante, vervelende kwal om in de buurt te hebben. Chagrijnig als de pest en nooit gelukkig of blij. Zo chagrijnig als de sodemieter kwam er ook geen glimlach bij. Op het einde van zijn leven, toen hij op zijn sterbed lag, zei hij plotseling heel zachtjes: "Hé, weet je, eigenlijk, achteraf bekeken, mayonaise. Dat is lang zo slecht nog niet. Zo zie je maar. Je kan maar beter niet te lang bij slechte ervaringen stil blijven staan. Want wellicht zijn er nog een hoop mooie dingen te beleven waar je anders niet klaar voor zou kunnen zijn. En ook als er iets gebeurt, iemand doet jou wat aan. Iemand doet jou verdriet. Waarom vergeef je die dan niet? Want als je iemand vergeeft, vergeef je ook jezelf. Want nu heb je weer ruimte en tijd voor andere dingen. Voor wellicht leukere dingen, aangename dingen. En de reden waarom je boos of verdrietig was, nou, die heb je zo de kans gegeven om opgelost te worden. En als er morgen iemand in jouw omgeving raar doet, ongeduldig of zelfs hooguit irritant, dan denk je best, ach, die heeft zijn dagje niet. Want je weet dat jij net zo goed die irritante persoon had kunnen zijn. En als je lang boos blijft of snel kwaad wordt over iets, dan neem je alles hooguit veel te ernstig. En het leven is lang zo ernstig niet. Dus, we zijn hier inmiddels om plezier te maken. En niet om steeds te struikelen over dezelfde banale futiliteiten die onze tijd verdoen en ons alleen maar af weten te leiden. Jullie vragen jezelf vast af of ik persoonlijk nooit eens mijn geduld verlies. Of eens stevig loop te razen. Wel, het zal jullie verbazen, maar uiteraard. Jullie zijn misschien perfect, allemaal, maar ook ik laat me soms al eens even gaan. En dan weet ik, aan jezelf herken je vaak een ander. Als je daar
eens even stil zou bij blijven staan. Dat heeft veel meer nut en waarde. Zo kwam ik ooit op een zondagochtend in de wintermaanden langs de videotheek gelopen. En er stond een dronken man te schreeuwen binnen in de zaak. Ik wandel binnen en ik zie dat de bediende achter de toog opgelucht ademhaalt, omdat er eindelijk iemand binnenkomt gelopen. Terwijl de man mij niet kon horen, zegt de bediende: "Oh jong, ik krijg die agressieve man hier maar niet buiten. Die staat hier al uren te schreeuwen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb er bang van gekregen." Denk ik bij mezelf. Een probleemsituatie. Daar zijn een paar eenvoudige dingen aan te doen. Zo is er bijvoorbeeld bij elke probleemsituatie maar één ding dat je echt uit de nood kan helpen, en dat is op zoek gaan naar het probleem. Dus, doe jezelf een plezier en zoek het probleem dat je wellicht al heel makkelijk op zal kunnen lossen. Ondertussen begrijp ik ook waarom de jongen zo bang is geworden van deze dronken man die midden in de winkel staat te schreeuwen: "Ik ben Albanees! Ik ben pissig! En daar moet iemand vandaag voor boeten!" Ik vraag me dan, man, Albanees, waarom ben je eigenlijk zo pissed off geworden? En dan zegt de man tegen mij: "Ik probeer daar binnen te komen. Ik sta hier nu al een uur in de kou. En ik ben mijn sleutels kwijtgespeeld. Ik raak niet binnen in mijn huis. En ik ben zo pissig. En daar moet iemand vandaag verboeten." Kom dan, zeg ik. Zo erg is dat nu toch niet. Ik zeg, bel gewoon even wat vrienden en ga daar even heen. En dan komt alles wel in orde. Die zullen jou gerust verder helpen. De man wordt nog kwader en roept: "Ik ben godverdomme alles kwijt. Mijn geld, mijn gsm, mijn sleutels. En ik raak niet binnen. En ik sta hier al in de kou. Daar moet godverdomme iemand voor gaan boeten." Zo, zo. "Waar woon je dan eigenlijk?" vraag ik aan de man. "In de straat. In het begin van de straat." "Dus, je woont hier in het begin van de straat. En heb je dan daar, waar je woont, nog geld of een kredietkaart?" vraag ik. "Natuurlijk, maar ik raak niet binnen. Dat is het probleem. Ik kan er toch niet aan." "Kalm, kalm," zeg ik. "Voor elk probleem is er een oplossing. En ik vraag de bediende, bel eens even een slotenmaker. Voor het begin van de straat, welk huisnummer heb je eigenlijk?" "58, zegt hij. De bediende regelt de slotenmaker. En ik hoor: 20 minuten. Ik zeg: "Ga maar alvast naar huis. Wacht voor jouw deur. En binnen een goede 20 minuten is de slotenmaker daar." En de man, die blijkbaar van zijn probleem af is, probeert toch nog eens een beetje te zeggen: "Maar ja, wie moet daar nu voor boeten?" vraagt hij. "Dat zie je toch," zeg ik. "Jijzelf natuurlijk. Maar je hebt geluk, want je bent er bijna mee klaar. Ga snel naar huis, wacht voor je deur en binnen een goed kwartier is de slotenmaker daar. Nog een hele fijne zondag. En wie weet, tot een volgende keer. De dagen van morgen beginnen altijd zonder zorgen, als je die alvast de vorige dag achterwege hebt gelaten. Dames en heren, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer." Aan jezelf herken je vaak een ander.
Dus, naar de toekomst toe, zou ik zeggen, maak jullie geen zorgen, want je kan altijd nog denken aan de dag van morgen. Tot ziens, hoi!